is natuurlijk fantastisch om hier op zo'n groot toernooi te spelen. Het is geweldig dat dat hier in Boedapest kan. Ik had er natuurlijk ook graag in Trondheim bij willen zijn. Ik denk dat ik al een aantal jaar bij de nationale ploeg zit. Ik heb volgens mij richting de 40 interlands. Maar dit is helemaal nieuw en dit is fantastisch. Dit is waarvoor je doet, deze wedstrijden. In het algemeen mijn rol in de ploeg. Ik ben een van de 16 jongens. Ik heb Bobby op mijn positie en Bobby is een geweldige hoekspeler. Bobby doet het goed, heeft ook de laatste 3 wedstrijden goed gespeeld. En ik hoop gewoon als ik mijn minuten krijg dat ik een bijdrage kan hebben. En ik denk dat het gisteren goed gelukt is. Ja, ik ben wel weer fit. Ik merk het wel nog een beetje in de trainingen dat ik niet helemaal op mijn oude niveau ben. Maar ik moet zeggen dat ik wel geluk heb gehad met de timing. Want volgens mij ben ik nu wat veiliger dan de rest. En zoals je misschien wel hebt gehoord en ook in de media komt, is dat bij ons in de ploeg en ook bij andere ploegen, dat toch nog best wel een groot thema is. Ja, ik ben blij dat ik dat niet heb. En verwachtingen van Frankrijk, ja, geweldige ploeg. Gegarandeerd een van de ploegen om een medaille te halen, misschien wel in de finale te staan. Super brede ploeg ook. Alle jongens hebben hetzelfde niveau kunnen spelen, een aantal grote namen. Een aantal spelen met Lucky in de ploeg, dus we zullen daar wel heel veel over te horen krijgen. Maar een geweldige opgave voor ons. Ik denk dat dat alleen maar mooi is. Nou ja, het was natuurlijk wel iets bijzonders wat we gisteren hebben meegemaakt. En het besef kwam misschien niet gelijk, maar eenmaal in het kleedlokaal was wel allemaal dat we dachten, zo, het is echt gelukt. En ja, langzaam word je wel wakker uit die dromen, ja. Maar het is wel een heel mooi gevoel. Nou, ik ben blij in ieder geval dat ik het vertrouwen krijg van de trainers. En ik weet mijn rol dat gewoon zorg is dat sommige spelers wat rust kunnen pakken in de wedstrijd. En ik ben heel blij dat ik dat kan opvullen. En ja, ik ben blij hoe het gaat. Misschien kan ik nog iets meer in mijn eigen spel spelen. Maar ja, ik ben vooral heel blij dat ik het vertrouwen krijg en dat ik de kans krijg. En ja, ik vind dat alleen maar mooi dat ik dat mag doen. Ja, het is natuurlijk wel de hele tijd een beetje angst die door je heen gaat. En ja, je merkt het ook wel in de groep. Maar op een gegeven moment je houdt het toch niet meer tegen. En we kunnen alleen maar zelf een beetje ons best doen met ontsmetten. En afstand houden met iedereen. Maar ja, je ziet het ook. Jongens hebben niet eens symptomen, maar zijn nu wel besmet. Dus je kan het ook niet echt merken aan mensen. En dat maakt het nog extra lastig. Je hebt de angst wel, maar ik denk als je de angst zit en in je hoofd laat zitten, dan helpt het al helemaal niet. Nou, ik denk dat het al een hele prestatie is dat we tegen zo'n toplanden nu kunnen spelen in de hoofdronde. Ik denk dat we daar al zeker trots op mogen zijn en nu willen we natuurlijk laten zien dat we er niet voor niks staan. Ja, we zijn natuurlijk de underdog tegen Frankrijk en we hebben niks te verliezen. En ik denk dat we zo de wedstrijd ook in moeten gaan van ja, we kijken gewoon hoe lang en hoe goed we mee kunnen. En we willen natuurlijk die Fransen zo moeilijk mogelijk maken. Ja, een beetje wel. We hebben in de bus lekker lopen feesten. We hebben even afgesproken de telefoons weg te doen en samen het lekker te vieren. Dus we hebben er wel van genoten. Maar ja, we moeten ook gewoon meteen weer verder naar de volgende wedstrijd. Ja, dat is gewoon hoe ik erin ingegroeid ben. Ik speel de laatste tijd een stuk beter dekking als aanval. En Kai doet het natuurlijk ongelooflijk goed in de aanval. Dus ja, tot ik dan wat meer in de dekking sta, daar stel ik me gewoon op in. Dat maakt mij niet uit. Iemand moet het doen en ik vind een dekking wel leuk om te spelen. Ja, best wel. Het is best wel stressvol. Ook omdat Jeffrey lig ik normaal meteen op de kamer. Maar ja, tot nu toe ben ik nog negatief getest, dus ik hoop dat het zo blijft. Ik kan er toch niks meer aan doen. Tegen Frankrijk zal heel erg zwaar worden. Weer voor een stunt, sorry. Ja, gaan we proberen natuurlijk, maar ja, tegen Frankrijk, dat is zo'n hoog niveau. Dus ik zie het somber in, maar we gaan er keihard aan vechten en keihard ervoor werken. En dan zien we wel waar we eindigen. Vandaag gaat ons EK verder in de hoofdronde met een wedstrijd tegen Frankrijk. De wedstrijd is om 6 uur te zien op Ziggo. Foto's van de wedstrijd op Facebook van Fotoracer.